De les gaat bijna beginnen. De juf heeft eerst een bakje koffie gehaald. Een jongen uit de klas houdt vandaag een spreekbeurt. Mijn spreekbeurt gaat over kindermishandeling. Kindermishandelaars zijn erge monsters. Wij in Nederland kunnen bijvoorbeeld met UNICEF en de kindertelefoon, die kunnen wij steunen en dan kunnen wij zorgen dat kindermishandelaars stoppen met wat ze doen. Dit was mijn spreekbeurt. Zijn er nog vragen? Janneke? Waarom hou je je spreekbeurt over dit onderwerp? Ik hou mijn spreekbeurt over dit onderwerp omdat ik het heel interessant vond. De bel is gegaan. De kinderen gaan naar huis. Twee vriendinnen zijn met elkaar aan het praten. Ja! Meekom! Meekomen! Laat me los! Haha, hebbes. Jullie gaan met ons mee. De juf vraagt waar de kinderen zijn. Want ja, ze zijn anders altijd op school. Janneke zijn? Daan? Ik zag ze gisteren nog wel bij de handbal. Na even rondgevraagd te hebben, weet de juf het ook niet meer. De juf zet de kinderen weer aan het werk. Een groepje vrienden en vriendinnen zijn met elkaar bijpraten. Alleen krijgen ze onverwacht bezoek. De monsters proberen ook deze kinderen te ontvoeren. Alleen lukt het ze niet. Zijn het vragen komen van die enge mensen? Ja. Ja, gelukkig zijn we net ontsnapt. Ja, dat was echt heel eng. Dan komt de meester van groep 7 het lokaal binnenstormen. Ik zag daar net een zwart busje met allemaal jongens met een bivakmuts op. En er werden drie meisjes bijna ingesleurd. Er valt een stilte. Tijdens het vluchten zijn de kinderen elkaar uit het oog verloren. Die kant op. Ja, zullen we daarna dan gelijk door naar het politiebureau gaan? Want dan kunnen we gelijk aangifte doen. Op het politiebureau vertellen de kinderen het verhaal. Hoe zagen ze eruit? Ze hadden allemaal bivakmuts op en zwarte kleren aan. Waar zijn de andere drie kinderen? Het busje ingedood door ontvoerders met een bivakmuts op. Maar we zijn nog net strijk kunnen komen. Ze heeft elke keer huilbuien. De monsters hebben haar een nachtmerrie bezorgd. De recherche is inmiddels bezig met een onderzoek. Maud, misschien hier. Ze zijn druk bezig om sporen op te zoeken. Na even te hebben gezocht, hebben ze veel bruikbare informatie gevonden. De hele school is op de hoogte van het nieuws. De meesters praten in de koffiekamer met elkaar. Ja, wij hadden drie kinderen ontvoerd in zo'n busje. Ze laten de kinderen een heel flatgebouw schoonmaken. Even doorgaan, tempo! Een paar voorbijgangers horen veel geschreeuw uit het gebouw komen. Na even geluisterd te hebben, besluiten ze om de politie te bellen. Ik doe mijn best, echt waar. Doorwerken, rotte vis! Wat ben je aan het doen? Ik zit heel rustig, ik heb zo last in mijn handen. Nou, schoonmaken! Au, die zijn mijn handen, dat doet pijn! Opschieten! Hoppa! De politie is het gebouw binnengevallen. De monsters proberen om te ontsnappen. Met een pistool wordt hij in bedwang gehouden. De politie neemt ze allemaal mee. Ze gaan allemaal naar de gevangenis. Alle daden van de monsters is goed voor levenslang. Eindelijk zijn we vrij. Ik ben moe en mijn handen doen zo'n pijn. Ik ben blij dat we er eindelijk af zijn. Nou, het snelste. Ik ga straks gewoon naar de dokter en vragen wat er met mijn hand is, want dat is niet goed. Maar ik ben wel heel blij dat we weer gewoon normaal kunnen zijn. Die zouden echt straf moeten krijgen. Hoop ik ga zo'n 100 jaar de bak in of zo. Langer! De hoofdagent vertelt dat ze allemaal gepakt zijn. Ja, hallo. Ja, de ontvoerders zijn gepakt. Ja, ze gaan naar de gevangenis. Ja. Monsters horen achter de tralies te zitten. En kinderen horen vrij te zijn om te spelen. Zonder lastig te worden gevallen door enge monsters.